Oeh, de 116, Willem, die heeft hem goed. Die gaat er vol aan, zo weer bang wordt. Willem ligt volgens mij in de kop. Wij zijn de laatste jaren zo explosief weer gegroeid. We hebben nu alweer meer dan 250 leden. Dus dat is super. We hebben activiteiten die gaan het hele jaar door. Dus wij zijn niet zozeer met seizoen bezig. Hè? Nee, wij proberen net zoals nu met het RC-zeilen elke maand te organiseren. We hebben wel ijsschots aan de kant gedrukt. We hebben pubavonden, we hebben trainingen, we hebben toertochten. Voor de sloepen, voor de motorboten, voor de zeilers. We hebben zwembadlessen, suppen, kano, wakeboarden. Ja, bedenk het maar. We proberen ons dorp met alle doelgroepen gewoon kortstondig in één keer bam te bereiken. Oscar is ook gefinist. Maar elke stap die we zetten, willen we goed zetten. Dus we willen niet elk jaar maar allemaal dingen over de bühne gooien. De RC-zeilen zijn we nu een jaar mee bezig. Dat gaat als een malle. We zitten nu meer dan 60 bootjes. Ja, dat is explosief gegroeid. Daar zijn nu 30 van aanwezig om lekker te zeilen. Laatste keer 36. En zo doen we stap voor stap. Dit jaar gaan we laserzeilen. Ja, en dan krijgen we weer nieuwe leden, want we bereiken weer een nieuwe doelgroep. Die zeggen, hey, laserzeilen, vet, daar willen we ook aan meedoen. Waar was ABS, bestuur dan, waanzinnig trots op zijn. Is al die vrijwilligers die meedoen. Het zijn er meer dan 30 die allemaal evenementen organiseren. Leden die eerder komen om te helpen. Het is die saamhorigheid, dat is waar het om draait. Dat is wat de ABS groot maakt. Die passie die je met elkaar deelt. Ja, jongens, daar draait het om. Dat is watersport. Super.